Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal. Voor degene die deze video ziet en op mij geabonneerd is, die zal denken van, dit is niet de normale content. En dat klopt. Dit is even een afwijkende video van mijn normale content. En het heeft vooral te maken met mijn huisdieren. Ik heb 3 cavia's. En met deze hitte merk ik vooral dat deze beestjes het ontzettend warm hebben. Ik zal jullie even voorstellen aan Jelle. Dit hier is Jelle. Hij is 7 jaar oud. Als het warm is, vooral boven de 25 graden, dan zie ik dat hij heel vaak lang uit ligt. Cavia's, als die het warm hebben, dan gaan zij, net als wij, gewoon rusten. Maar dan gaan zij dus ook alleen maar rusten. Dus dan doen ze niks anders dan rusten. Ze eten niet, ze drinken niet en bewegen nauwelijks. En dat is gevaarlijk. En 2 jaar geleden, in 2022, ben ik mijn cavia Bianca verloren aan de gevolgen van uitdroging en uitputting. Ik zal een foto laten zien hier ergens van Bianca. Zij is misschien een jaar of 4 geworden. En ik zag eigenlijk gewoon veel te laat dat ze helemaal uitgeput en uitgedroogd was. En daar heb ik nou een oplossing voor. Ja, dat is dus niet zo heel handig gegaan in dit stukje van de edit. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik een oplossing heb gevonden om te voorkomen dat je huisdier uitdroogt. Niet dat ik een oplossing heb voor het doodgaan van je huisdier. Dat is dus absoluut niet wat ik hier wil zeggen. Ik heb een oplossing voor het voorkomen van het uitdrogen van je huisdier. Oké, terug naar de video. En dat is de cavia's gewoon met de hand water geven. Dit is een spuitje waarmee ik in het verleden mijn cavia's medicijnen heb gegeven. Dit spuitje is nu schoon. Ik zal demonstreren. Een waterbak. Dus, om even ter zake te komen. Jelle heeft al in de gaten wat er aan de hand is. Als mijn cavia's het zo heet hebben dat ze niks meer kunnen doen en alleen maar liggen te liggen. Ze zitten hooi te eten, dus ik kan het niet laten zien op het moment dat ik aan het filmen ben. Maar wat ik dan doe, is ik pak de cavia's op. Ik zet ze neer, hier bij me op mijn bureau of aan de keukentafel. Ik pak een waterbak, die spoel ik om en ik doe er vers koud water in. En dan doe ik dit. Dit is een spuitje van 1 milliliter. Het is voor de cavia's even wennen, maar als ze het eenmaal door hebben, dan is het... Dan hou je het voor, Jelle pakt het dan vast. En dan rustig aan laten drinken. En laten drinken. En laten drinken. En dan moet je niet overhaasten. Want bij het geven van een medicijn heb ik zo. Of critical care, sorry. Bij het geven van critical care heb ik zo een cavia te veel in één keer gegeven. En het schoot verkeerd en is er vervolgens aan overleden door dat ze gestikt was. Ook heel sneu. En ik hou het bij. Hier zie je een klein lijstje met de namen van mijn cavia's en turven erbij. En dat zijn eigenlijk de hoeveelheden spuitjes die ik ze heb gegeven. Jelle heeft dus nu zijn 13e spuitje gehad. Dus 13 milliliter water. Ik zal het nog een keer demonstreren. Ik hou mijn hand er een beetje voor. Jelle die pakt met zijn tandjes mijn vingerbeet. Mijn hand... Ik laat het gewoon rustig naar binnen gaan. En ik drink het. Zonder moeite drinkt hij het op. Laat ik hem even slikken. En dan is het spuitje leeg. En dan zet ik er weer een streepje bij. Want ik hou het bij. Zo. 14 milliliter water. En... ik zal nog een beetje extra context geven. Deze turfjes hier. Hier stond eerst 12, hier staat 12 en hier staat 12. Dat komt omdat ik ze toen... vanochtend had ik ze alle 3 hier bij me op mijn bureau. En ik had ze ieder 12 milliliter water gegeven. Dus dat is hoe ik het doe. Met heet weer. En vooral met een hittegolf als deze. Dan neem ik de cavia's. Ik zet ze neer. Ik geef ze met de hand water om ze toch te laten drinken, want ja, knipje. Wat ik wilde zeggen is dat, kijk, hier kan ik het meteen laten zien. Daar hebben we Nora liggen onder het trappetje
En dit is wat cavia's dan eigenlijk doen in deze warmte. Ze liggen alleen maar te liggen, ze doen niks. Deze drinkbak die is eigenlijk ongebruikt, ook al zit die vol vers water. Jelle heeft net dus twee spuitjes gehad met water. En daarachter zit Janneke, die zit lekker van het hooi te eten. En die zal ik zo meteen ook nog even wat water geven, samen met Nora. Maar dit is dus het gevaar. We hebben daar Nora liggen. En als ik er niets aan doe, dan blijft ze daar liggen totdat ze niet meer kan. Dus dan, totdat ze helemaal is uitgedroogd en uitgeput. En daarom is het belangrijk dat tijden van een hittegolf je de cavia's of konijnen of welk klein huisdier je hebt, dat je ze handmatig water geeft, want het is funest. Als ik in deze hittegolf mijn beestjes geen water had gegeven met de hand, dan waren ze waarschijnlijk ziek geworden. En dat was het dan. Dus een laatste boodschap. In dit warme weer, en dan heb ik het over 30 graden buiten, 25 graden binnen. Nou, als ik op mijn thermostaat kijk, dan is het hier 27,8 graden binnen. Dus het is bijzonder warm. Hou je huisdier in de gaten. En dan bedoel ik echt in de gaten houden. Ga geregeld kijken of het nog goed met ze gaat. Het is dat ik ze hier in mijn huiskamer heb staan en dat ik eigenlijk de hele dag ben. Maar heb je je huisdieren in een aparte kamer staan, loop er geregeld even naartoe. Want geheid dat je zult zien dat je huisdieren hulp nodig hebben met of water of voer of et cetera. Het is gewoon belangrijk. Simpelweg zorg ervoor dat je huisdier blijft drinken. Want net als voor jouzelf, drinken is gewoon ontzettend belangrijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.
oudste. Kom op. Drinken is belangrijk, Noortje. Zo. Nu is je grote vriendje en weer aan de beurt. Thank you.